Een engel vertelde de blijde boodschap aan Jozef en aan Maria. Maria zou een zoon baren en zijn naam zou Jezus zijn, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Een engel vertelde het ook aan de herders op de velden van Efrata. U is heden geboren de zaligmaker. Jezus, verlosser, redder, bevrijder. Dat was hij, dat is hij en dat zal hij zijn. Een zaligmaker voor arme zondaren, wereldwijd, toen en nu. 2021 was een veelbewogen jaar. Een spannend jaar van Kamerverkiezingen. Wat waren we blij aan het einde van de verkiezingsdag, dat we te midden van alle grote verschuivingen onze 3 zetels behielden. 2021 was een jaar van een langslepende kabinetsformatie, van veel politiek geharrewar, met nu eindelijk uitzicht op het aantreden van een nieuwe kabinetsploeg. 2021 was ook het jaar waarin het coronavirus ons opnieuw met nieuwe varianten bezighield. Meer dan ons lief is. Indringend is Nederland weer met de neus op de feiten gedrukt. Het leven is niet maakbaar. En wij zijn kleine, afhankelijke mensen. Laten we ons daarom verootmoedigen voor de Heere God en zijn hulp inroepen. Met recht en reden heeft ook ons hoofdbestuur daartoe opgeroepen. Voor veel mensen was 2021 een jaar van ziekte en zorgen. Voor die winkelier die weer dat bordje moest ophangen, gesloten. Voor de jongeren die op dat kleine studentenkamertje worstelt met moedeloosheid. Voor die verpleegkundige die al zoveel gegeven had, maar geen tijd kreeg voor herstel. En zo heeft iedereen ongetwijfeld zijn of haar eigen ervaringen. De vergankelijkheid van het leven heb ik ook persoonlijk dit jaar heel sterk beleefd. In familiekring stonden we aan het graf van mijn schoonvader en nog maar kort geleden van een tante die een grote plaats innam in onze familie. In partijverband was het een grote slag dat Bas van der Vlies ons ontvallen is. Er zijn bijzonder veel mooie woorden ter herdenking geschreven en gesproken. We kunnen zijn nagedachtenis niet beter eren dan juist ook zijn boodschap ter harte te nemen, om schouder aan schouder te staan in verbondenheid aan de Bijbelse beginselen. Dienstvaardig tot zijn eer. Uit ondervinding wees Van der Vlies ons op God. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij te redden zijn. Laat dat een bemoediging zijn. Ook nu kunnen de lichtstralen van kerst de donkerste duisternis verdrijven. Van harte wil ik u ook namens de SGP bedanken voor alle warme steun en meeleven, voor uw gebed, voor uw vertrouwen, maar ook voor het omkijken naar elkaar, voor dat kleine gebaar, voor oog en oor, voor kwetsbare medemensen. Dat de lichtstralen van kerst zo ook ons hart en onze samenleving mogen verlichten en verwarmen. En we met het engelenkoor God de eer brengen voor de komst van de zaligmaker. Jezus is zijn naam. Van harte gezegende kerstdagen toegewenst en veel heil en zegen in 2022.